Waar kom je vandaan? Ik kom uit Edam. Edam? Nee, ik kom uit Volendam, ja. En wanneer ben je daar gitaar gaan spelen? Ik wilde heel graag saxofoon spelen. Behalve dat was te duur. Dus toen kreeg ik zoals alle andere jongetjes in Volendam gitaar. En voor mijn verjaardag. En toen ben ik gewoon te gaan ontdekken wat er mogelijk was. Hoe oud was je toen? Geen idee meer. Ik denk 12, 13. En daar ben je, wat jij zegt, technisch gaan spelen. Welke, ja, hoe kun je dat beschrijven, wat je toen gedaan hebt? Welke muziek? Mijn gitaarleraar, die, daar moest ik eerst de eerste drie albums van de Kelly Family moest ik leren gitaar spelen. Nou, dan leer je heel snel gitaar spelen. Ik was echt een hele goede slaggitarist, heel snel. Dan leer je heel snel akkoord leren, want alle liedjes moet je gedaan hebben. En, maar waarom moest dat van hem? Waarom specifiek de Kelly Family? Ik denk dat hij een ingenieus plan had inderdaad, om als ik de kutste muziek laat horen, dan leert hij het zo snel mogelijk en is hij zo snel mogelijk vanaf. Ja. Eigenlijk is dat wel een goede reden. Dus wat ben je daarna toen je zeg maar slag kon spelen? Niks meer. Toen ben ik gestopt en toen heb ik de rest gewoon zelf thuis uitgevogeld. Dus tokkelen en melodieën maken, welke akkoorden passen bij elkaar. En heel voorzichtig aan wat eigen dingen gaan maken. En erbij gaan zingen ook, vooral. En daarna, hier in Amsterdam, toen kwam ik daar ontploffing. Toen ik zag van, wauw, het mag. Het mag, net of je het op de een of andere manier daarvoor toestemming nodig had en niet kreeg of zo. Ja. Ik heb natuurlijk dat klassieke idee van je moet een diploma, je moet een baan en een muzikant is echt een beroep en dat van kunst en daar moet je geluk in hebben. En toen ik hier aankwam, toen kwam ik er eigenlijk achter van muzikant zijn is muziek maken. En dan maakt niet uit of ik dan op het conservatorium zit of ik ken drie akkoorden of ik ben Tim Knol of ik ben die of dat, ik mag gewoon muziek maken. En daar heb je eigenlijk niks anders voor nodig dan een stem en een instrument. Trouwens, een tafel, ook genoeg. Je hebt ook studie muzikologie gaan doen. Wat leer je daar? Alles over muziek. Ik ben eigenlijk gewoon gaan studeren omdat ik had studiefinanciering nodig. En ik wil je heel graag vertellen wat ik er heb geleerd, maar ik weet het niet meer. Ik had gewoon iets nodig dat me de dag doorbracht. Heb je wel een diploma? Ik heb geen diploma's. Ik heb een VMBO-diploma. En ik heb een propeduis in pedagogiek. En dat is het. Maar goed, je hebt een gitaar. Ik heb een gitaar. En dan opeens valt dat allemaal weg. Hiervoor had ik nog schaamte daarvoor. VMBO en propeduis, je studie niet afmaken. En toen ik er eenmaal achter kwam van hier ben ik voor gemaakt. Veranderde mijn hele persoonlijkheid ook. Van rebels kutkind naar iemand die je vrede mee heeft met alles. Rebels kutkind, ja. Noemen ze een voorbeeld van? Drugs, bijvoorbeeld. Welke drugs heb je gedaan? Welke drugs heb je gedaan? Nou, drugs klinkt zo zwaar. Ik wil denken over heroïne, maar misschien zijn het gewoon jointjes. Veel, ja. Leuk experimenteren en zo. En zo. daar ben ik wel benieuwd naar. Ik krijg allemaal. Nee, maar goed. Kijk, Volendam staat ook wel bekend om zijn cocaïne. Dus laten we daar. Oh nee, dat de saaiste drug die er bestaat. Saaiste. Wat voor persoon was je toen dan, zeg maar? Een klassiek rebelkind. Alle autoriteiten kut vinden, stelen, drank, drugs, altijd boos. Weet je, gewoon wat je nu bij heel veel jongeren ziet toch, met bondkraagjes en zo, gewoon boos op de wereld. Omdat je niet weet wat je moet doen, omdat je geen richting hebt waar dat heen kan, die energie. Als je dat eenmaal gevonden hebt, dan wat ik straks ook zei, dan valt het allemaal van je schouders af.